Welkom bij Iedereen kan haken. Ik ga met de Luxury Wool van de Zeeman ga ik een vaste paarsgewijze omslagdoek uitleggen. En ik ga het twee keer uitleggen. Ik ga het met haaknaald nummer 6 uitleggen. Dus haaknaald nummer 6 heb je nodig. En ik ga het uitleggen met haaknaald nummer 10. Dan zie je ook een beetje wat het resultaat wordt van de Luxury Wool. Maar eerst ga ik jullie hartelijk bedanken, want het haakkanaal van Iedereen kan haken wordt zo goed bekeken. Er staan zoveel leuke dingen op en het motiveert mij iedere keer om iets nieuws te bedenken. En nu gaan we dus vaste paarsgewijs haken. En het is echt makkelijk om te haken en het haakt ook zo lekker weg. Je kan echt bij de tv gaan zitten en een omslagdoek gaan haken. Maar het leukste is wel dat ik het eventjes nu ga uitleggen, ook met een andere haaknaald. Dus je hebt nodig haaknaald nummer 10, haaknaald nummer 6 en een schaartje. En dan gaan we beginnen. En dan knip ik deze draad even af. Zo. Ik leg even dit weg. En dan gaan we beginnen met een opzetlus. En een opzetlus, ja, ik pak altijd het draad zo vast. Hop. En dan draai je eigenlijk je draad. En dan pak je met je duim en je wijsvinger het uiteinde. En dan trek je hem zo naar boven. Hou je allebei de draden vast. En dan trek je hem naar boven. Dat is de lus. Dan beginnen we nu met haaknaald nummer 6. En je pakt je lus zo een beetje losjes om je haaknaald. En je slaat om en je doet 4 lusjes. 1, 2, omslaan, 3, omslaan, 4. En dan sluit je deze, want zodat het een ring wordt, in de eerste steek. Dus je steekt in de eerste steek. Je slaat je draad om en je sluit je ring. Dan ga je vaste erin zetten en dan zet je de 4 vaste in je ring. Dus je steekt in, je laat dit draadje gewoon even lekker hangen, je slaat om en je haalt je haaknaald door die ring. Dan sla je weer om en dan doe je je draad door 2. Nog een keer insteken, draad ophalen, weer een keer omslaan, door 2. Nu heb je al 2 vaste gemaakt. Insteken, draad ophalen, omslaan, door 2. Dus 3. Kijk, dit zijn de steken. Nog 1 keer insteken, draad ophalen, omslaan, door 2. Dat is 4. Dit is je begin van je omslagdoek. Nu doe je 1 keer omslaan en je haalt je draad door. Dan keer je het weer. Kijk, het weer keer je eigenlijk door een blaadje zo om te slaan, net als in een boek. Dus dan heb je je werk gekeerd. Dan ga je in deze eerste steek ga je weer je draad ophalen en dan maak je weer een vaste omslaan en door. Dan ga je in diezelfde steek nog een keer insteken, je draad ophalen, omslaan en door 2. Dan heb je 2 vaste. Zo ga je dat elke toer doen, maar ik zal het een paar keer voordoen hoor. Dan gaan we aan de vaste paarsgewijze steek beginnen. En we steken weer in die eerste steek. Je haalt je draad op en die laat je op je naald staan. Dan ga je naar de volgende steek. Je haalt je draad op en je slaat om en je haalt je draad door 3 lussen. Dan ga je weer insteken. In deze steek, je pakt niet de volgende, je pakt deze steek. Je gaat insteken, je haalt je draad op en die laat je op je naald staan. Dan pak je de volgende steek, even insteken, je haalt je draad op en die laat je op je haaknaald staan. Omslaan en dan ga je door 3 lussen. Dan ga je weer insteken in diezelfde steek. Je haalt je draad op, je laat hem op je naald staan
en je pakt de laatste steek. En de laatste steek is misschien een beetje lastig te pakken, maar je laatste steek, daar haal je weer je draad op, omslaan en weer door 3. Dan de laatste steek, die hier diezelfde steek, daar zet je weer 1 vaste in. Omslaan en door 2. Nou, dan is dit al het begin van je omslagdoek. Omslaan door 1 en je draait weer je werk net als een blaadje. Dan ga je in die eerste steek, deze steek, ga je 2 vaste zetten. Omslaan door 2, dit is 1 vaste, in dezelfde steek, omslaan door 2. Dan ga je weer die vaste paarsgewijs maken, dus je steekt in, je haalt je draad op en je pakt de volgende steek. Dus de insteken gebeurt nog in die eerste steek, de volgende steek. Je pakt je draad op, omslaan door 3. Insteek in diezelfde steek, je haalt je draad op en de volgende steek weer insteken en je haalt weer je draad op, omslaan door 3. In diezelfde steek, insteek, draad ophalen, volgende steek, insteken, je draad ophalen, omslaan door 3. Insteken, draad ophalen en in de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan door 3. Dan ga je weer nog 1 vaste paarsgewijs maken, insteken, draad ophalen en in die laatste steek steek je in en dan moet je 2 lussen pakken. Goed 2 lussen pakken, je draad ophalen, omslaan door 3. Dan ga je nog 1 vaste op het laatst maken, omdat je moet meerdere. Insteken, draad ophalen, omslaan door 2. En nu gaan we weer met 1 losse keren. Je keert weer het werk. Dan ga je in de eerste steek, zet je altijd de hele omslagdoek, zet je 2 vaste in. 2. Dan begin je in die eerste steek je draad op te halen. De volgende steek steek je in, kijk, en je ziet ook dat je hier die lusjes hebt en die rijtjes. Daar steek je in, als je er 3 op je haaknaald hebt, omslaan en doorhalen. Dan weer in dezelfde steek insteken, draad ophalen, de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan door 3. Insteken, draad ophalen, volgende steek insteken, draad ophalen. Omslaan door 3. Insteken, draad ophalen. Volgende steek insteken, draad ophalen. Omslaan door 3. Insteken, draad ophalen. Volgende steek. Insteken, draad ophalen. Omslaan door 3. Insteken, draad ophalen. Volgende steek. Insteken, draad ophalen. Omslaan door 3. Insteek, draad ophalen en de laatste steek ophalen, draad ophalen, omslaan door 3. Dan zet je hier nog in die steek een vaste, zo eindig je elke toer met die vaste, omslaan en 1 losse om het werk weer te keren. Je begint weer met 2 vaste in het begin, 1 en je begint weer een steek, je haalt je draad op in diezelfde steek, insteken, draad ophalen, omslaan door 3. Insteken in die steek, de volgende steek, draad ophalen door 3. Insteken, draad ophalen, de volgende steek insteken, omslaan door 3. Insteken, draad ophalen en de volgende steek insteken, omslaan door 3. Insteken, draad ophalen, insteken, draad ophalen, omslaan door 3. Insteken, draad ophalen, insteken, omslaan
voor 3. Insteken, draad ophalen. De volgende insteken, draad ophalen. Omslaan door 3. Insteken, draad ophalen. Insteken, draad ophalen. Omslaan door 3. De laatste insteken, draad ophalen. En de laatste steek, die is altijd een beetje, moet je goed opletten hoor, dat je die niet vergeet. Omslaan door 3. En nog één vaste in de laatste steek. Zo. En hoe je moet keren, dat weet je. 1 losse en je keert je werk. En je begint weer hier met 2 vaste en je zet je vaste paarsgewijs ook in de eerste steek. Ik zal je nog even op weg helpen. 1 vaste, 2 vaste en in die steek een vaste paarsgewijs. En zo maak je weer je hele omslagdoek af. Je bent echt heel snel een heel eind. Dus deze is het voorbeeld met haaknaald nummer 6. En dan gaan we nu beginnen, en ik knip deze even af, met haaknaald nummer 10. Weer een lusje. Je steekt je haaknaald erin. De lusje mag best wel lang zijn hoor. Je doet 1, 2, 3, 4 lossen. Je steekt je haaknaald erin in de laatste en je sluit de ring. Dan doe je 4 vaste in de eerste ring. Dus 4 vaste. 1, 2, 3, 4. Omslaan, 1 los. Dan keer je je werk. En dan begin je met 2 vaste in de eerste steek. 1. 2 en dan begin je weer met de vaste paarsgewijze steek. Dus insteken, draad ophalen en dan steek je in de volgende steek. En omdat dit haaknaald nummer 10 is, is dit natuurlijk ook een lekker opschiet omslagdoek. Zie je, je steekt ook precies dezelfde steken. Ik zal het taak nog even rustiger uitleggen hoor. 1 en de laatste steek. Totdat je weer 3 lussen op je haaknaald hebt en je haalt je draad door. Dan zet je in die laatste steek nog 1 vaste en je maakt 1 losse en je keert je werk. En je ziet dat je omslagdoek dadelijk veel anders wordt dan dat je bent gewend met haaknaald nummer 6. Daarom heb ik nu even haaknaald nummer 10. Je zet 2 vaste in dezelfde eerste steek en dan ga je met je vaste paarsgewijze steek beginnen. Dus insteken, draad ophalen en de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan door 3. In die steek insteken, draad ophalen, de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan door 3. In die steek insteken, dan de volgende steek insteken, je draad ophalen en door 3. Insteken, draad ophalen, de volgende insteken, draad ophalen, omslaan door 3. De laatste insteken, draad ophalen en de laatste insteken, draad ophalen, omslaan door 3. En in de laatste zet je een vaste. Insteken, draad ophalen, omslaan en 1 vaste. Omslaan door 1 en je keert je werk. Zie je, dit wordt echt een dadelijk een lekkere losse sjaal hoor. Dat is wel heel leuk. 2 vaste. Insteken, draad ophalen en de volgende insteken, draad ophalen, omslaan door 3. Ik moet wel zeggen, met haaknaald nummer 10, ja, het haakt heerlijk weg.
omslaan door 3. Ik ga nog even door zo. Wil je het filmpje langzamer zetten, kan je de 3 verticale puntjes bovenaan in je scherm aanklikken en daar kan je dus de snelheid aanpassen. Ik doe ook heel veel filmpjes ondertitelen. Met de ondertiteling kom je vaak verder. Als je zegt, ja, ik vind het toch te ingewikkeld, dan zet je de ondertiteling aan en dat is makkelijker, dan kan je het beter volgen. En de laatste. En nog een vaste, omslaan door 2, omslaan door 1. Zie je hoe leuk dat deze gaat vallen? Vind ik leuk. Dan is het soort kantwerk en het is gewoon losser. En er zit ook een mooi glittertje in dit garen. Insteken en een vaste in de zeilsteek insteken en nog een vaste in de zeilsteek insteken en je draad ophalen. Dan ga je naar de volgende steek, omslaan door 3, insteken, draad ophalen, volgende steek insteken, omslaan door 3. Ja, als je dit ziet, dan zeg je ja, dat kan ik ook. Tuurlijk kan je dat ook. Zo kan je altijd nog een omslagdoek maken. Want iedereen kan dit leren en die snelheid, daar moet je niet op letten nu. Dat gaat straks vanzelf. Je moet eerst die steek leren en het is gewoon een beginnersteek. Maar het lijkt allemaal moeilijk. Maar en dus met alles, als je het weet, dan is niks moeilijk. Maar je moet er wel altijd even inkomen. Die laatste steek goed pakken, hier die 2 lusjes pakken, draad oppakken. En door 3. En dan nog een vaste op het laatst in diezelfde steek, een vaste. Omslaan door 1 en je weer keren. Zie je hoe los dat die dadelijk gaat vallen? Ja, ik vind hem echt heel leuk deze manier zo. Ik ga nog 1 toer doen zonder dat ik praat, als het me lukt. Zie je? Dit is echt leuk hoor, om een omslagdoek te maken. En zeker als je de omslagdoek aan de voorkant houdt en je kan er nog franjes aan maken, je kan hem echt helemaal oppimpen, maar hier kan je lekker mee haken. En ik wens je heel veel haakplezier en graag duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En hieronder staat mijn foto, daar kan je op abonneren. En ik wens je veel haakplezier. Dankjewel voor het kijken.